Een goede avond, sportkijkers. TV2 heet u van harte welkom voor een rechtstreekse reportage van het boksgala te Isegem. Commentaar krijgt u van Michel Wuits en Jeff van Driessen. Dames en heren, en voor elk van u thuis een zalig kerstfeest hier vanuit Isegem, het boksmekka in West-Vlaanderen. Vanavond de topaffiche, de titelkamp bij de superwelters in de klasse tot, laat ons zeggen, 70 kilo. Tussen Patrick Vungbo, de titelverdediger, en de uitdager, de Oegandees Godfrey Niakana, hier in beeld. Die Niakana, een rasbokser, hij wil hier de titel afhandig maken van de Franse Brusselaar Patrick Vungbo. Vungbo haalde die titel hier binnen op 1 november tegen de Brit Pat Barrett, ook hier in Isegem. Terwijl hier dus Godfrey Niakana aangekondigd wordt. Het is moeilijk te zeggen wie hier favoriet is in deze titelkamp. De meeste stemmen gaan toch wel in de richting van deze Godfrey Niakana. Maar Vungbo, dat is een gehaaide bokser en meester in het verdedigen. En met hem weet je maar nooit. Moeilijk dus te zeggen wie favoriet is voor die wereldtitel. Want ook alle boksers, dus de beide boksers, zijn wel degelijk in topvorm. Eén belangrijke aanwijzing: op 7 april in 1991 versloeg die Godfrey Niakana Vungbo op de punten in een kamp over 10 ronden in Ardooien. Het was een kamp voor de Belgische titel bij de welters. Hier hebben we hem, de Franse Brusselaar Patrick Vungbo. Men zegt ook wel eens een Franse Zairees of een Zairese Fransman. In elk geval, hij is in Parijs geboren. Hij is de zoon van een Zairese vader en een Franse moeder. Maar we kunnen hem beter bestempelen als een Brusselaar. We kunnen het misschien ook nog houden bij wereldburger zonder meer. Hij is 27 jaar oud, deze Vungbo. Bokste 35 profkampen. Daarbij dus 29 overwinningen, 10 met knockout, 6 nederlagen in totaal. Vungbo is ook Belgisch en Benelux kampioen. En niet te vergeten dus wereldkampioen in de WBF-versie. De kleinste van de 5 wereldbonden. Zijn uitdager, de Oegandees Godfrey Niakana, nauwelijks 23. Hij werd op 10 oktober, jongstleden trouwens, 23. Maar toch al een bokser met de nodige ervaring. Niakana begon op zijn 13e met boksen in Oeganda. En hier zitten wij dus vlak bij de ring op een goede meter van het canvas. Hier zijn wij, daar is de camera. Dus Vungbo tegen Niakana. Naast mij zit Jeff van Driessen, de man die ons hier door die 12 keer 3 minuten gaat loodsen. 12 ronden dus van 3 minuten. Jeff, jij hebt mij net gezegd, favoriet is voor mij Niakana. Mijn favoriet is Niakana, maar het blijft alleszins een open kamp. In het vorige wereldtitelgevecht was ook Pat Barrett de favoriet van de meesten. Maar Vungbo speelde toch maar klaar. Het is een onberekenbare bokser. Hij heeft heel wat talent in huis, vooral verdedigend. Niakana past daar volledig op, is een totale aanvaller. Maar niet zomaar een aanvaller, hij is geordend. Hij is gestructureerd en heeft wellicht de grootste troeven in zijn hand. Maar het blijft te bekijken, het is toch een dubbeltje op zijn kant. Terwijl de presentator met dienst hier vertelt dus dat die Niakana 21 profkampen op zijn actief heeft. Maar eerst even nog eens zeggen, dus Patrick Vungbo hier, 27 jaar jong, laat ons zeggen, bijna 70 kilo. Dat is eigenlijk het limietgewicht van de klasse van de superwelters. Is 1,77 meter groot, is een centimeter groter dan zijn tegenstander. Zoals ik al vertelde, 29 kampen. Gewonnen dus met 10 kampen gewonnen op KO. De Brusselaar, zijn coach is Robert Lens. Wereldkampioen, Belgisch kampioen, Benelux kampioen, noem maar op. Maar het belang van die wereldtitel in de WBF-versie is toch dat hij ondertussen opgerukt is op de Europese ranglijst naar de 5e plaats. Patrick Vungbo. Wat misschien ook nog een bijkomstig voordeel voor Niakana zou kunnen betekenen, is de samenstelling van de hoek. En daarmee doelen we op de trainer die Niakana voor het ogenblik begeleidt, dat is Bob Miles. Hij had 5 wereldkampioenen onder zijn leiding. Hij is ook de neef van Ezzat Charles. Dus het is een grote man in de hoek van Niakana. Thank you.
hoorde het Wilhelmus, het Nederlands volkslied voor de ringrechter, de heer Kleinoot. We krijgen nu het Oegandese volkslied. En wat frivol volkslied, en u herkent daar ongetwijfeld Eddie Plankaert daar in het publiek. En dit volkslied kent u uiteraard. Grote belangstelling hier trouwens in de sporthallen in Isegem voor deze titelkamp. Met nogal wat bekende kopjes tussen het publiek. Afgeladen vol hier rondom de ring. Ook op de andere plaatsen hier in deze sporthallen in Isegem. Nog even vertellen, je hebt het ook ongetwijfeld al gezien in beeld bij de presentatie van Teyze Niakana. Dat hij dus 21 profkampen op zijn actief heeft. Waaronder dus 19 overwinningen, 10 met knock-out. 1 nederlaag slechts en 1 van zijn kampen eindigde onbeslist. Niakana ook Belgisch kampioen bij de Welters. En veroverde die titel, zoals ik bij het begin al zei, tegen deze Patrick Fungbo op 27 april in 1991 was dat. En ook dat hoort er allemaal bij op kerstmis. Begeleid met wat gefluit. De aankondiging van de eerste ronde. Terwijl de ringreferee zijn aanwijzingen geeft aan de beide boksers. Fungbo dus herkenbaar aan zijn grijze broek. Terwijl hij daar nu de gegevens van Niakana nog eens krijgt. 23 jaar jong, dus 4 jaar jonger dan zijn tegenstander. Woont in Bergen in de USA. Week uit naar de USA nadat hij een tijd in België verbleef, nadat Freddy de Kerpel hem naar ons land haalde. Maar aandacht nu voor de eerste ronde. Een uitdagende Fungbo. U geeft de indruk van het gevecht zelf te willen maken. Stapt op Niakana toe. Dat zal niemand verwacht hebben, maar een mooie sidestep van Niakana. Die wellicht over enkele ogenblikken zal overnemen. Fungbo is het sterkst in verdediging. Achteruitboksend. En onmiddellijk Niakana met goede jabs. Draait hier behendig weg. Die gaat Fungbo wellicht onder druk zetten met zijn snelle en vooral lange jab. De linker direct. Hij mag zich voor zijn goed zijn toch niet laten vangen aan de fratsen van Fungbo. Het is een bokser die de tegenstander als het ware kan hypnotiseren. Hij doet nadenken door zijn uitdagende houding. Maar goed werk van Niakana. Dubbele jabs, gevolgd van rechts, dat is de bedoeling. Niakana ook goed in verdediging.
Het is een complete bokser. Bewerkt het lichaam van Patrick Fumbo. Tracht zo de snelheid uit zijn benen te halen. Fumbo, ook wel eens de Quicksilver genoemd. Een meester in de art of self-defense. De man van de reflexen, de verdedigende bokser. Niakana, die beschikt over een zeer uitgebreid slagenarsenaal. Zeer getalenteerd. En we mogen het ook niet vergeten, ook verdedigend is Niakana zeer sterk. Al is dat iets minder opvallend dan Fumbo. Dat doet, die doet het doorgaans met een lage dekking. Doet beroep op zijn benensnelheid, op de snelheid van zijn reflexen. Niakana, de man die veinst en nadien inkomt. Zeer goed bokser. Is misschien wat broos in de omgeving van de kin. Heeft een glazen kin, zoals dat heet. Dat pleegt men te zeggen. Maar Niakana is nu ondertussen ook enkele jaartjes ouder geworden. Is pas 22. Een ander nadeel voor hem, net als Wanyama, niet echt een groot puncher. Niet een grote puncher. Maar werkt wel zeer precies. Tot hiertoe zeer goede repliek van Patrick Fumbo. En een gelijkopgaande eerste ronde. Einde van de eerste ronde dus. Een verkennende ronde, laat ons zeggen. Met een kleine presentatie van de beide boksers. Fumbo, de perfecte counterboxer, zoals hij dat ook rijkelijk demonstreerde in een voor hem perfecte kamp tegen Pat Barrett. Hij is hier wel enigszins afgeweken, vooral in de beginfase van de wedstrijd. Is hij ten aanval getrokken, geen uitgesproken aanval. We krijgen hier vertraagde beelden. Hier een linker jab van Niakana, goed beantwoord door een linkerhoekslag, een brede linkerhoekslag van Patrick Fumbo. Zoals ik zei, Fumbo is vanuit het standpunt vertrokken dat hij moest aanvallen om Niakana in verdediging te dringen. En dat was goed bekeken. Tweede ronde in een kamp van maximum 12. En nogal wat kenners zijn het erover eens dat we hier wellicht het einde van die 12e ronde zullen halen. Wellicht. In bepaalde kampen kan men als het ware de knock-out voorspellen. Dat is hier zeker niet het geval. Beide boksers zijn verdedigend zeer sterk en ze hebben niet de dodende punch die bepaalde atleten wel hanteren. Fumbo met lage dekking, uitdagend boksend, maar ook precies toeslaand, repliceert hier zeer goed. Een iets wat lage rechter uppercut van de Brusselaar. Fumbo, een man met een enorme look, zou het wellicht ook kunnen maken als acteur. Ja, de man heeft vele talenten. Maar ik denk dat zijn voornaamste talenten toch op de boksring liggen. Hij verstaat het als geen enkele om het tempo uit een wedstrijd te halen. Alleen maar door zijn blik. Hij geeft de indruk van aan te vallen en wacht dan af. En wanneer hij de indruk heeft van af te wachten, valt hij aan. Een vat vol schijnbewegingen. En Niakana die is nu in de aanval getogen. Fumbo verloor in eigen land. In eigen land slechts één kamp tegen deze Niakana. Het zegt heel wat over zijn mogelijkheden. We weten dat we op buitenlandse rings niet veel mogen verwachten. Men moet als het ware de thuisbokser nog uitslaan om een kans te maken. Goed klassiek werk van beide boksers. Fumbo zal dat regelmatig proberen, tempo te breken. Dat is zijn goed recht, dat is ook zijn plicht. En u merkt het, Niakana, de aanvalgolven van Niakana verdubbelen, blijft komen. Hij werd hier goed opgevangen door Patrick Fumbo. In tegenstelling tot Pat Barrett vliegt Niakana er niet op.
Pat Barrett trachtte met één slag de wedstrijd te beslissen. Goed werk van Vungbo. Maar ook verdedigend. Zeer positief voor Niakana. Zeer klare kamp tot hiertoe. En hier gaat Vungbo in de fout. Dat is een fout die hij veelvuldig maakt. Hij slaat met open handschoen. U merkt het, Niakana vliegt niet op de tegenstander. Tracht hem eerst met een schijnbeweging in beweging te krijgen om daarna toe te slaan. Maar bij Vungbo gaat dat zeer moeilijk. Een tamelijk evenwichtige tweede ronde ook. Voorlopig moeilijk te zeggen in wiens voordeel deze twee eerste ronden verlopen zijn. Ik denk niet dat we tot nu toe van voordeel kunnen spreken. Al kwam in die tweede ronde Niakana iets meer aanvallend voor. Maar we mogen niet vergeten, Michel, het gaat over 12 rounds. Het zou dus zowel van Niakana als van Vungbo voorbarig zijn. Hier zien we dan de vertraagde beelden waar Vungbo in de fout ging. Hij sloeg met de binnenkant van de handschoen. En ook de repliek van Niakana was nog te merken. Zeer goede repliek overigens. De scheidsrechter Kleinoot uit Nederland. Opgelet voor de derde ronde. Voorlopig dus weinig of geen aftekening. Uitkijken wat het nu wordt. Vungbo nu luid aangemoedigd. Vanuit het grootste aantal supporters hier in de zaal. En we krijgen weer een aanval van Patrick Vungbo. Ik denk dat dit wapen over de wedstrijd zal beslissen. De linker direct van Niakana. Gaat hij die regelmatig kunnen thuisbrengen of gaat hij in het eilen belanden? Dat zal de wedstrijd bepalen. Hij gaat die ook regelmatig afwisselen naar het lichaam. Om de snelheid uit de benen van Vungbo weg te nemen. Goede linkerhoekslag van Niakana, goede riposte van Vungbo. Vungbo wel gevaarlijk met zijn brede swings. Nog een goede 2 minuten in deze derde ronde. En ik moet zeggen dat Vungbo er bijzonder monter uitziet. Zeer goede repliek van Vungbo. Niakana werd hier goed gekant. Het is een meester daarin. Patrick Vungbo kwam hier tweemaal zeer goed door met zowel links als rechts hoekslagen. En hier dan een linker direct gevolgd door een linker hoekslag van Niakana die vol op het voorhoofd kwam van Patrick Vungbo. Maar we zien het, beide boksers hebben verdedigende kwaliteiten. Uitdagende houding van Vungbo, moet dat toch mee oppassen. Dat is zijn stijl. Hij heeft een zeer goed zicht. Ik kan het zich enigszins permitteren, al is het niet aan te raden, vooral niet aan jonge boksers. Goed werk van Niakana, die niet afgeeft, die de aanvalsgolven op Vungbo laat toerollen, de ene na de andere. Geordend, gestructureerd. Nog een goede minuut, minder zelfs. Maar Vungbo weet er raad mee. Let op de schijnbeweging van Niakana steeds. Dreigt aan te vallen. Maar houdt zich nog altijd in. Kwam hier goed door. Vungbo gaat toch moeten opletten met die slagen met de binnenkant van de handschoen. Het is niet zo'n grote fout in feite, maar het is nu eenmaal verboden. Ook met de romp is Patrick Vungbo zeer goed. Het is trouwens bekend dat die Vungbo ook wel eens minder geoorloofde technieken durft te hanteren als hij zich in het nauw gedreven voelt. Wel, het is een echte prijsfighter, zoals men zegt. Hij kent het allemaal. Ook de tricks zijn de zijne. Einde van de derde ronde. Vungbo Niakana. Ik zou zeggen, een zeer goede ronde. Beide boksers hebben laten zien wat ze in hun mars hebben. Verdedigend vooral Patrick Vungbo. Aanvallend Niakana. Ze kenden allebei hun goede momenten. In amateurskampen is het doorgaans zo dat het verdedigend werk goed beoordeeld wordt. In profkampen ligt dat wellicht anders. Wel,
Nu is het ook enigszins veranderd. We zien hier eerst de vertraagde beelden waarin Vungbo goed opgevangen werd door Niakana. Zijn eigen aanval kwam in het eilen terecht en een goede riposte van de Oegandees. Nog vertraagde beelden. Hier dan weer een zware counter van rechts van Niakana, die toch iets preciezer schijnt dan Patrick Vungbo. Op deze beelden hier dan weer met de binnenkant van de handschoen ook, binnenkant van de arm. Verzorgers uit het signaal voor de volgende ronde, de vierde. Zeer gelijk op gaande kamp tot hiertoe. En de voorspelling zal wellicht uitkomen. Alhoewel het wellicht nog te vroeg is om over een mogelijke afloop te spreken. We moeten ook nog kijken hoe beide boksers de afstand verwerken. Het ritme ligt tamelijk hoog. Er zitten weinig dode momenten in. De goede linkerhoekslag van Patrick Vungbo die tracht aan te klampen. Toch hier en daar ook een schaarse aanmoediging voor Niakana. Wilde hoek daar van Vungbo die het doel miste. Nu wel raak, wat met de vlakke hand. En, wordt daar ook voor terecht gewezen door scheidsrechter Kleinoot. Het was ook op de schouder dat hij doorkwam. Niakana toch iets preciezer. En ik zeg het ook, Niakana kan de tegenstander opvangen. Doet gewoon een stap achteruit en laat dan zijn slagen vertrekken. Vungbo behendig op de benen, schijnbewegingen op die benen. En vooral zeer uitdagend, veinzend met dat bovenlichaam. Toch de goede jabs van Niakana niet vergeten. Hij komt regelmatig al door met die jab. Beide boksers kwamen door. Vungbo weer met de binnenkant van de handschoen. En moet nu enigszins aanklampen. Het slagritme van Niakana ligt nu wel duidelijk over. Zet ook meer druk. Al komen al die slagen niet toe. Vungbo verdedigt voorbeeldig. Heeft een goede romp. Maar is wel voor het grootste gedeelte op verdedigen aangewezen. Al gaat hij niet op de loop. Bokst goed achteruit. Deze fases moeten wij in feite vermijden. Want vergeten we niet dat Niakana voor het ogenblik school loopt in Amerika. Waar men vooral de boksport ziet als een gevecht. Waarin men tracht gewoon te winnen. En waarin men ook zijn tijd neemt om de tegenstander te ondermijnen. Via weg naar het lichaam. Goed werk van Vungbo. Nam over van Niakana. Maar daar is hij al terug. Een verschroeiend tempo van de Oegandees. Snijdt ook zeer goed de ring af. Al is dat moeilijk met Patrick Vungbo. Heeft zeer snelle benen en verbruikt die voorbeeldig. Einde van de vierde ronde waarin duidelijk gebleken is dat deze Vungbo al zijn tricks, zijn verdedigende tricks, uit het kastje zal moeten halen om deze Oegandese Niakana af te houden. Het is volgens mij ook de eerste ronde waarvan enig voordeel kan sprake zijn. En dat voordeel zou dan mijn inziens wel gaan naar Niakana. Licht voordeel weliswaar. Het mag duidelijk zijn dat beide boksers in topvorm zijn. Het atletisch vermogen is groot. Ogen ook erg mooi indringen als atleet. We hebben een zeer goed voorkomen. Bewegen ook sierlijk. U ziet hier Niakana die eerst nog een zijdelingse rondbeweging uitvoert. Die goed doorkomt met een rechter. Direct gevolgd door een linker uppercut. Maar kijk naar het rondwerk van Patrick Vungbo. Zeer mobiel. Het is moeilijk om de man voluit te raken. En we gaan naar de vijfde ronde. Niakana heeft ook een zeer compleet verdedigend arsenaal. Jaagt de linkse direct of hoekslagen weg van Patrick Vungbo. Wisselt af. Verdedigt met de romp, ontwijkt, blokkeert. Speelt ook het uitdagend spelletje van Vungbo mee. Af en toe een glimlach.
heeft ook veel aandacht voor het lichaam van Vungbo. Schakelt zeer goed over van aanval op verdediging en terug naar aanval. Heeft ook goede benen, dat merken we hier. Is op tijd weg. Fysieke conditie zal optimaal moeten zijn als we naar het einde van die 12 ronden moeten gaan. Want de tempo blijft bijzonder hoog liggen. Het is een moeilijk tempo voor beide boksers. Ze moeten veel beroep doen op de benen. Hier dan weer die linker direct naar het lichaam. Hij scoort daar niet alleen mee, maar boksers weten het. Slagen in het lichaam. Nemen de pit uit de benen weg. En toch zeer zware druk van Niakana. Die wel goed gecounterd werd door Patrick Vungbo. Niakana heeft verschrikkelijke ritmeveranderingen. Goede linksrechter van Niakana. En Vungbo maakt wel de fout van te veel op de Oegandees te gaan hangen. Hij neutraliseert daardoor zichzelf. Komt niet tot slagen toe, wordt hiervoor trouwens vermaand door de scheidsrechter. Goed, goede sidestep. Niakana belandde met de neus tegen de hoek. Goede, prachtige linker direct van Niakana. Die is aangekomen. Een enigszins kwade reactie van Patrick Vungbo. Die toch iets wat foutief te werk gaat. Blokkeert niet de Oegandees. Heeft wel last met de flitsende linker jab van Niakana. Zeer snel en zeer lang. Weer die linker direct. Dubbele linker direct die aankwam. Weer een linker direct. En weer die linker direct. Vungbo lacht ermee, maar hij moet er niet meer lachen. Het is Niakana nu die de bovenhand neemt. Een regen van slagwisselingen, allemaal op het actief van Niakana op het einde van deze vijfde ronde. En het is duidelijk dat de kamp na de vierde ook in deze vijfde ronde meer en meer overhelt in het voordeel van de Oegandees. De reactie van Niakana op het einde van deze ronde was merkwaardig. Het speet hem dat de ronde gedaan was. Een zeer goede ronde voor Niakana. Prachtige linker jabs. Hier Vungbo die ten aanval gaat. Maar in het eilen komt en de riposte van Niakana. Linker jab op de kin van Vungbo. Hier dan weer die linker jab vol op de kin van Vungbo. Hij scoort daarmee natuurlijk. Weer een jab. In dat uitgebreid arsenaal toch het sterkste wapen van Niakana, die linker jab. Het is tot hiertoe het sterkste wapen, maar het is een voorbereidende slag wanneer men veel aanvaardt. Hier werd Niakana dan opgevangen met een rechteroekslag van Vungbo. Zesde ronde. Als deze ronde erop zit, zijn we halfweg. En er is niets gezegd. Lichte voordeel. Voor de Oegandees die hier opgevangen wordt door Vungbo. Met brede swings uit beide handen. Patrick heeft wel enigszins last van zijn kortere armen. En hij probeert die normalerwijze ook te verlengen. Daardoor slaat hij dan met de handschoen open. En dat wordt niet getolereerd door de scheidsrechters. Is de zoveelste vermaning van scheidsrechter Kleinoot aan het adres van Patrick Vungbo. Ik vind het wel enigszins overdreven. Puntjes met de binnenkant van de handschoen halen weinig uit. Maar let nu even op hoe Patrick Vungbo moet op de loop gaan. Hij moet heel wat meer weg afleggen dan Niakana. En weer die linker jab. Gedubbeld naar het lichaam. Onvoorstelbaar die toomeloze aanvalsdrift van de Oegandees. Blijft doorgaan, viseert steeds het lichaam van de Brusselaar.
En telkens als Fungbo doorkomt, krijg je die glimlach van Niakana. Die doet me geen pijn, jongen. Hij doet mee aan de show. Wil ook de tegenstander mentaal beïnvloeden. Het zal moeilijk gaan bij Patrick Fungbo. Goed werk, maar op de handschoenen van de Oegandees. Hier dan weer die linker direct. Fungbo op de benen, zeer soepel, zeer goed. Maar het vraagt krachten. Maar hij is toch een bijzonder compleet verdediger om deze golven te blijven opvangen. Ja, hij doet het zeer goed. Maar we moeten ons afvragen, kan hij het volhouden? Want hij moet nu veel krachten in de weegschaal werpen. Kijk maar naar Niakana. Eén pas van Niakana. Daarvoor heeft Patrick Fungbo er 5 nodig. Goed werk met de rond, maar... kan hij het blijven ontwijken? Tegen Pat Barrett lukte het allemaal. Kon hij het. Pat Barrett was ook een totaal andere bokser dan Godfrey Niakana. Trachtte alles met één slag te regelen. En daarin is Fungbo een meester. Maar hier is het een regen van slagen die regelmatig op hem toekomt. Niakana is ook moeilijker te treffen dan Pat Barrett. Ik heb het gezegd, Michel, de jab van Niakana zal wellicht uitspraak doen over deze wedstrijd. We zijn halfweg einde van de 6e ronde en de meester in het aanvalsboksen hier, Niakana, de Oegandees, toch weer deze ronde op zijn konto. Na nummer 4, 5, nu ook 6. Hij neemt al die rondes weliswaar met zeer klein verschil, maar men moet het voordeel geven, dat is de regel in het profboksen, aan de aanvallende bokser. En vooral, we kunnen er niet naast kijken, hij scoort ook. Daarbij komt dan dat Patrick Fungbo enkele vermaningen gekregen heeft van de scheidsrechter, volgens mij overdreven. Er is geen enkel voordeel aan verbonden van met de binnenkant van de handschoen te slaan. Hier dan de linker jab van Niakana, die er weer gedubbeld toe kwam. De rechter werd vermeden. Kijk naar het rompwerk van Patrick Fungbo. Hij is als een paling. Zeer moeilijk te raken. Het is al een heel grote prestatie van Niakana dat hij erin slaagt met die jab Fungbo te raken. Zoals we hier weer duidelijk zien op die beelden. Hij dubbelt die dan. Opletten nu weer voor de 7e ronde. Fungbo moet het vooral van die bewegelijkheid hebben. Wil hij hier recht blijven tegen deze stormram. Deze fijne stormram. Technisch zeer bedreven bokser. Godfrey Niakana. Tomeloze aanvaller. Onvermoeibaar schijnbaar. Fungbo zou deze aanvallen moeten kunnen stoppen. Maar we weten het. Hij zelf is geen aanvaller. Hij moet het van het verdedigende werk hebben. En daar botst hij dan op de verdedigingskunsten. Wanneer hij dan toch remiseert of countert op de verdedigingskunsten van Niakana. Kijk maar, Niakana laat nu niet meer los. Die aanvallen komen dichter en dichter bij elkaar. En Fungbo probeert die tot staan te brengen door aan te klampen en zelf aan te vallen. Nog eens een vermaning van referee Kleinoot naar het adres van Patrick Fungbo. Top. Wordt onthaald op gejoel hier vanuit de zaal. Een ietwat amateuristische leiding van de Nederlandse scheidsrechter. Kwam hier goed door, Patrick Fungbo. Het is werkelijk aards moeilijk om uit de vuisten van Niakana te blijven. Zelfs met de sidestap, hij blijft slaan. Niakana heeft ondertussen wellicht geleerd dat de gebrekkige puncher die Fungbo is hem geen pijn kan doen. Hij lachte ook steeds wanneer Fungbo doorkwam, maar hij doet er toch best aan niet te veel te lachen. Een precieze slag kan heel wat schade aanrichten. Maar kijk dan weer die drievoudige, viervoudige linker jab van Niakana en een vluchtende Patrick Fungbo. Het is voorlopig niet het avondje zoals dat tegen Pat Barrett. Toen zag het er nu al naar uit, in de 7e ronde, dat Fungbo aan de overhand was. Dit is andere koek, deze Godfrey Niakana. En steeds weer dat glimlachje, dat schuddebollen. De slagen van Patrick Fungbo halen duidelijk niet het gewenste effect.
Zij worden ook met de binnenkant van de handschoen gegeven en daar zit niet veel op. En Iacana blijft aanvallen. Misschien zou Vungbo iets meer moeten zijn vuisten laten gaan wanneer hij achteruit loopt. Hij gaat iets te nadrukkelijk op de vlucht en klampt dan aan. Dat is natuurlijk negatief in het oog van de scheidsrechter. We gaan naar het einde van die zevende ronde. En het moet gezegd worden dat Vungbo toch nog niet getekend is. Ja. En dat is al een hele prestatie tegen deze godvriend Iacana. Hij geeft toch wel een enigszins vermoeide indruk bij het teruggaan naar zijn hoek. Dat is het oog van de bokstrainer, Jeff. Ja, dat moet in het oog gehouden worden. Vooral dat van de tegenstander, ook van de eigen bokser. Wanneer het enigszins mogelijk is, slaat men de tegenstander gade. Men kan daar heel wat uit afleiden, zijn blik, zijn gang. Is die man nog quick? Heeft hij het beste van zijn krachten gehad? Je werkt het ook vooral aan de benen. Ja, absoluut. Benen en blik. Hier dan weer de rechtercross van Iacana over de linkerhoek van Patrick Vungbo. U ziet het, Vungbo houdt vast in de nek hier. Het was in feite een slag met de open handschoen. Hier dan gaat hij behendig onder de cross van Iacana. Achtste ronde. Kan de verdediger Vungbo terugslaan in de achtste ronde? Hij weet natuurlijk van zichzelf dat hij via deze bokswijze het meeste resultaat kan halen. Is 27, kent perfect zijn mogelijkheden. Maar die Iacana heeft in de States toch blijkbaar ook veel geleerd. Hij heeft veel geleerd. Hij heeft daar een zeer goede sparring gehad. Hij is met de beste van de wereld in de oefenring getreden. Aaron Davis, eens wereldkampioen weltergewichten. Hij zal daar niet de moeilijkheden ondervinden die de Europese boksers hebben. Komt hier goed door met een rechter direct vol op de kaak van Patrick Vungbo. De counters van Vungbo hebben weinig effect. Krijgt zijn zoveelste vermaning. De scheidsrechter moet consequent zijn. Hij geeft te veel vermaningen. Als hij zoveel vermaant, moet hij een publieke vermaning geven. Maar het zijn volgens mij toch onschuldige vergrijpen. Het is professionalisme, stilkennis. Het is hier ook een kwestie van overleven, van je niet te laten afmaken. Maar ondertussen zijn we in het stadion gekomen waar Patrick Vungbo bijna uitsluitend op verdedigen is aangewezen. En ook in verdediging is hij iets wat negatief. Dit is beter. Schakelde hier gepast over naar de aanval, maar toch met weinig overtuiging. In de boksport kan het natuurlijk allemaal snel veranderen. Ik heb trouwens de indruk dat de aanvalsdrift van de Oegandese wat afgenomen is. Of bouwt hij een rustpauze in? Hij zal ook waarschijnlijk zijn tempo regelen. Maar toch, je ziet maar, Vungbo wordt zowel boven als onderaan getroffen. Moet regelmatig op de loop gaan. Amerikanen houden er ook rekening mee dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Daarom hebben de meesten ook veel aandacht voor het lichaam. Ze zeggen, kill the body, the head will die. Dus ze slaan veelvuldig naar de flanken, naar de maagstreek. En Iacana is daar al terug. Hij vangt de linkerswings van Vungbo voorbeeldig op de handschoen. Laat zijn dekking niet vallen. Op ongepaste ogenblikken. Kijk naar die rechterhandschoen. Die is regelmatig naast zijn kin. Heeft een zeer goede linkerjab. Wanneer hij die match wint, dan is het met die linkerjab bijna uitsluitend met de linkerjab. Ook sierlijke bewegingen op de benen. En blijft het lichaam viseren. Het lichaam van Vungbo. Tactisch slopingswerk. Zeer goed werk van Iacana. En ook deze ronde gaat licht naar de Oegandees. Het was een meer rustige ronde. Wat meer op afstand gebleven. Het is natuurlijk geen overdonderend overwicht van Iacana. Maar hij sloopt als het ware de vesting Vungbo. De verdedigende vesting Vungbo.
kampioen van Tekuna. Maar die Vungbo heeft in het verleden ook al bewezen dat hij makkelijk het einde van de 12e ronde in dit geval kan halen. Het is een zeer taaie kerel. Ik denk niet dat we ons aan een vroegtijdig einde van de kamp moeten verwachten. Maar het gaat natuurlijk om de uitslag. Nog even vertellen wat die uitslag betreft dat bij een onbeslist Vungbo wereldkampioen blijft. Inderdaad. Dan blijft de titelhouder in het bezit van zijn belt van de band. De negende ronde. Na de rustige achtste. Misschien naar een wat vinniger negende ronde. Het begin lijkt er alleszins op. Kijk, maar dat is negatief. Vungbo zou daar moeten doorzetten. Hij geeft twee slagen en moet dan aanklampen. Dus hij koppelt dan als het ware het negatieve aan een positieve fase. Hij moet nu op de loop gaan. Hij vergt heel veel van zijn benen. En hier is het Niakana die voluit aanvalt en Vungbo goed raakt. Zowel op het hoofd als in het lichaam. Een min of meer gedegoteerde Vungbo. Hij weet wat er aan het gebeuren is. Het vinnige is uit de blik van Patrick Vungbo. En weer zo'n kleine vermaning van referee Kleinoot aan het adres van Vungbo. En ook dat werkt op zijn zenuwen. Het is een nadeel voor hem dat die Kleinoot zo dicht op, zo fel op zijn huid zit. Samen met Niakana zou ik zeggen. En wat spijtig genoeg voor Patrick Vungbo niet mag verwacht worden, is dat Niakana door zijn krachten heen zou gaan. Want de man heeft een... Het is onvoorstelbaar hoe hij blijft doorgaan. Stevige fysiek. En hier krijgt Vungbo dan de publieke vermaning. Niakana onmiddellijk terug in de aanval. Weet dat dat een gunstig moment is. De tegenstander is enigszins mentaal aangeslagen. Vungbo moest daar even opletten, maar snel als je was kon hij toch nog feinzen. Dat zou hij moeten kunnen. Dansend weg, huppelend van Niakana. Terwijl slagen uitdelend. Maar dat is zeer moeilijk. Wordt hier goed geraakt door een gestoken linker uppercut. Niakana ook niet te precies nu. Maar toch een duidelijk vermoeide Patrick Vungbo. Vooral dat glimlachje was sprekend. Het was maar flauw. En nu uitdrukkelijk Niakana. Niakana in een van de betere momenten in deze kamp. In de negende ronde. Zijn maar aaien van Patrick Vungbo. En hier onterecht van scheidsrechter Kleinoot. Het was een correcte slag. En hier komt hij goed door met zowel swing van links als van rechts. Hij moet er iets aan doen. Weer die jab. Weer de binnenkant van de handschoen. Als het zo doorgaat, riskeert Vungbo wel de uitsluiting. Ook deze ronde met zeker 2 punten op het konto van Godfrey Niakana. Rekening houdend met de publieke vermaning waar Vungbo tegenaan keek. Het aantal publieke vermaningen moet niet al trouwens, of beter het aantal vermaningen van de scheidsrechter om een bij de 10 liggen. Is inderdaad wat getal. Overdreven. Ja, men moet toch rekening houden dat Vungbo een professional is. Dat die man het recht heeft zijn eigen te beschermen. Op een iets wat meer dan amateuristische manier. Vertraagde beelden hier. Poging tot linkerjab van Vungbo. Geneutraliseerd door Niakana die desaxeert. En zelf goed doorkomt met een linkerhoekslag. Die het hoofd achteruit jaagt van Patrick. Maar als die Niakana echt een groot puncher was, dan was het nu wellicht al bekeken geweest. Dat is zo. Maar dat is een nadeel dat hij heeft. Enigszins een gebrek aan punch. En anderzijds dan ook een niet waterproof chin. Zijn kin is enigszins verdacht. Gaat niet meer bijzonder uitdagend te werk.
Kom aan jongen, je doet me geen pijn. Probeer maar. Maar men scoort er niet mee. Dat is zijn drama in deze wedstrijd. Maar blijft de volle breedte van de ring goed gebruiken. Wellicht ook omdat hij weet dat hij beter op de vlucht gaat. En Niakana, onvoorstelbaar. Maar we moeten hier zeker het werk van Niakana bewonderen. Zeer goed werk. En men heeft een Patrick Gumbo nodig om nog vele van zijn slagen in het eilen te laten belanden. En een minuut ver in deze tiende ronde. En kijk maar hoe Gumbo beroep moet doen op zijn benen. Kwam hier goed door met een linker zwaaistoot. En hier heeft Niakana Gumbo tegen de koorden. De hoek van Gumbo begrijpt het ook, dat er iets moet gebeuren. Is geïrriteerd nu. Even een korte uitlating aan het adres van de referee. Maar het is nu toch al Niakana wat de klok slaat. Nog sporadische reacties van Patrick Gumbo. Regelmatig gaat zijn hoofd nadrukkelijk achteruit op de jabs van Niakana. Maar ook bij Niakana begint de precisie wat zoek te raken. Daar werkt Gumbo natuurlijk aan mee door zijn verdedigende bewegingen van de romp, door zijn benenwerk en door zijn goed zicht. En nu een show van de Niakana. En kijk, Gumbo moet hier weer aanklampen, moet Niakana vastbinden. Dubbele linker jab, waarvan dat de tweede goed aankwam. En hier dan weer een jab. Misschien doet het Gumbo allemaal weinig pijn. Maar op de bulletin van de scheidsrechter weegt het door. En Niakana kan nu ook de zaak al tactisch beginnen bekijken. Ik neem nu meer afstand. Zoals het er nu naar uitziet, is het inderdaad zo dat deze Gumbo zijn wereldtitel aan het kwijtspelen is. We zagen inmiddels een formidabele rechter uppercut op de kin van Gumbo. Na een linker jab. Einde van de tiende ronde. Nadrukkelijk in het voordeel van Niakana. Niakana is hij op weg naar de 20e overwinning in 22 profkampen dan. Het ziet er wellicht naar uit. Terwijl we daar de herhaling zien van de meest prangende fasen in deze tiende ronde. De linker jab die hier echt goed doorkomt weer. Fenomenaal wapen toch voor Godfrey Niakana. Waar hij steeds weer blijft mee uitpakken. En waar Gumbo het bijzonder moeilijk mee heeft. Het is hier een film die moet bewaard worden voor de beginnende bokser, Michel. Niakana demonstreert hier tot wat een linker jab in staat is. Vele boksers verwaarlozen die. En hebben alleen oog voor hooks en uppercuts. Maar een dergelijke jab is goud waard. Gedubbeld vooral. Compleet bokser. Goed werk van Patrick Gumbo. Maar wordt oordeelkundig opgevangen. En weer die lange, zeer lange jab. Naar het lichaam dan. En wat de Niakana ook doet, is op de tegenstander vallen. Hij behoudt steeds een respectabele afstand. En zo worden zijn slagen ook meer doeltreffend, doelmatig. Bokst ook goed achteruit, tracht zich los te maken, al boksend. Moest ik in de hoek van Patrick Gumbo zitten, ik zou hem aanraden alles op één slag te zetten. Desnoods veinzen dat hij in moeilijkheden is om Niakana overmoedig te maken. Maar de man gaat zeer strategisch te werk, zeer oordeelkundig. Denkt steeds aan de verdediging. Blijft het kopje erbij houden, Niakana. Is hier werkelijk bezig met
boksles te geven, ook op tactisch vlak, vooral op tactisch vlak dan ook. Vergeten we niet dat Niakana ook een schitterend amateur was. Hij werd ook ooit winnaar van de gouden medaille op de Commonwealth Games. En dat wil wat zeggen. In Auckland was dat, in Nieuw-Zeeland. In Nieuw-Zeeland. Schitterende sidestep van Niakana. Die uit het vaatje Vungbo gaat tappen nu. Het verdedigend vaatje. En daar is hij alweer. Hij geeft scheidsrechter Kleinoot nauwelijks de tijd om zijn bemerking af te ronden. En die linker jab, weer die linker jab. Een onvoorstelbaar, die fysieke conditie. Blijft maar doorgaan. Nog steeds dat ritme van de aanvangsronde. En ik wil hier toch ook de nadruk leggen op de fysieke prestatie van Patrick Vungbo, want onderschatten we dat niet. 12 rounds is hij moeten uit de weg gaan voor de aanvalsgolven van Patrick van Godfrey Niakana. En hij heeft dat voorbeeldig gedaan op fysiek vlak, maar is daarbij toch regelmatig in aanvaring gekomen. Met de linker jab van Godfrey Niakana gaat nu over tot de aanval. En Niakana krijgt nu ook een bemerking voor gevaarlijk boksen met het hoofd, neemt terug over. En ook in het publiek wordt nu toegeroepen dat hij alles moet op die ene slag zetten. In Jarien affaire horen we weer zeggen achter ons, er is niks aan te doen. Maar kijk naar de houding van Niakana, de man is bijna hermetisch gesloten, heeft ook een goed zicht. Wacht de actie van Vungbo af om daaruit te gaan. Einde van de op 1 na laatste ronde. En weer een ronde in het voordeel van Godfrey Niakana. Alleen een lucky punch kan Patrick Vungbo nog redden. Maar dat zal moeilijk zijn. Hij is niet die puncher. Niakana zal het ook tactisch aanpakken. Wellicht in deze 12e en laatste ronde die we zo dadelijk gaan bekijken. Het zou verstandig zijn mocht hij niet meer voluit gaan en het offensief van Vungbo overlaten. Vertraagde beelden hier. Kijk maar naar de schijnbewegingen van Niakana. Dreigt, beweegt met de romp. Hier dan de jab. Maar wordt goed gecounterd. Maar daar komt reeds de tweede. Ook een goede counter van Vungbo. Goed werk van Patrick Vungbo hier. Verdient inderdaad een dikke pluim voor zijn verdedigend werk. Blijft klaar kijken. Absoluut. Ondanks dat slopingswerk van Niakana. Laatste ronde. En ik kan mij inbeelden dat het publiek het hier anders wilde. Maar het is niet anders. Deze Godfrey Niakana is op weg naar de wereldtitel. WBF-versie. Prachtige schijnbeweging van Niakana op de benen was dat. Vungbo kwam hier iets te laag in met zijn rechter uppercut. Die niet omdraaien, zegt de scheidsrechter Kleinoot. Die is voor Patrick Vungbo van weinig hulp geweest, die scheidsrechter. Heeft hem wel geënerveerd over de ganse lengte van de wedstrijd. En nu laat Niakana zijn benenspel bewonderen. Zal wellicht op het gepaste moment trachten over te nemen. En de overtuiging bij Vungbo lijkt er me toch uit te zijn. Hij weet dat hij alles moet proberen. Hè. En weer die jab. Let op het slagenritme van Niakana. En op de snelheid van armen ook. Ook dat is een element geweest in deze wedstrijd. Niakana geeft in die slotronde Vungbo zelfs de kans niet tot die ene lucky punch. De aanval is de beste verdediging en dat weet Niakana en vooral zijn trainer ook zeer goed. Hij mag Vungbo niet in de wedstrijd laten komen. Ook de schoen moet eraan geloven van Patrick Vungbo. Schoeiselproblemen verholpen door de referee, de heer Kleinoot. En de seconden tikken weg in het voordeel van de Oegandees. Die op basis van deze kamp toch wel een waardig wereldkampioen kan zijn. Ik denk dat Niakana de kamp ook maar beschouwt als een springplank naar hogerop. Die man heeft andere objectieven. Wil graag in de WBC, WBA of IBF-bond. En heeft daar zeker ook zijn kans. Is pas 22. En getooid met een wereldtitel, al zij het maar in de WBF, zal hij
heel wat opklimmen in die rankings van zowel WBC als WBA. Slotoffensief nog van Niakana. Maar we mogen toch aannemen dat Fungbo zal blijven rechtstaan. Maar die blik die verraadt natuurlijk alles. Kijk, slag in het wilde. Die rondbeweging van Niakana. Verdedigend werk. Fungbo beseft het. Dat het al boter aan de galg is. 10 secondjes nog voor Fungbo. U kunt mee aftellen onderaan in beeld. Einde van de kant. Zet erop. Geen discussie mogelijk. En Fungbo beseft dat. Fungbo beseft het. Geen onnodige armbewegingen naar het publiek. Zoals ze dat wel eens meer zien op het einde van een bokskamp. En Godfrey Niakana, tevreden natuurlijk. Even nog wat met wat show-elementen hier eraan toevoegen. Maar het blijft allemaal vrij sober bij Niakana. Het hoofd in de benen, zoals het ook in de wielrennerij van de toepassing is, heeft hier het verschil gemaakt. Ongetwijfeld de betere bokser die wereldkampioen wordt. Maar ik denk toch dat we de goede prestatie van Fungbo ook niet mogen vergeten. Hij stond hier tegen een meesterbokser. Een bokser die ook in de andere wereldbonden zijn naam kan en zal maken. We krijgen hier nogmaals vertraagde beelden. Aanvalspoging van Patrick Fungbo, maar die, zoals hij het hier weer demonstreert, moet aanklampen. En het is Niakana die tracht over te nemen, maar vele slagen gingen in die 12e ronde reeds in het ijle. Voor Niakana hoefde het niet meer. Kijk, de verdedigende beweging van Niakana komt daarna zelf door met de rechter direct. Van een grote kant mogen we niet spreken. Daarvoor was het overwicht van Niakana te nadrukkelijk. Fungbo heeft gedaan wat hij kon doen. Is zoveel mogelijk uit de weg gegaan van de aanvalsgolf van Niakana. Soms is het hem gelukt. Maar Niakana heeft heel wat correcte en precieze stoten kunnen plaatsen. Kijk hier maar naar die linkerjab. Goeie repliek van Patrick Fungbo op deze beelden. Het is met die slag dat Niakana de titel naar zich heeft toegehaald. Want dat hij de nieuwe wereldkampioen is, daar moeten we niet aan twijfelen. Even het verdict van de referees afwachten, maar geen kat die nog in de kans van Fungbo gelooft. Terwijl hij daar nog eens een uitstekende linkerhoek ziet van Niakana. Pal op de kaak van Fungbo. Ik denk dat het verschil noemenswaardig zal zijn. De drie rechters, zowel de ringrechter als de hoekrechters, duidelijk dus in het voordeel van Godfrey Niakana. En wij proberen hier nu een interview te versieren met Niakana. Patrick Fungbo, ça doit être une grande déception, Patrick. Bah ouais, quand même un peu. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'avais, sûrement trop nerveux, je sais pas. J'étais bloqué. J'arrivais pas à sortir de moi-même, je sais pas ce qu'il y a eu. Tant je me sentais bien, j'étais bien préparé. Il était plus fort, il a gagné. Et voilà. Voilà, geeft het een schrift toe, zegt ja, hij is inderdaad de sterkste, hij heeft gewonnen, geen probleem daarmee. Hij zegt van zichzelf, ik zat een beetje geblokkeerd, het kwam er niet echt allemaal uit.
Maintenant, deux mois après ce fameux titre de champion du monde, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, j'ai fêté un petit peu la nouvelle année, bien me reposer parce que ça fait deux mois, vraiment beaucoup d'entraînement et je sens que je fatigue un peu, donc beaucoup de repos. Et après, on reviendra, et si possible, faire encore des grandes choses. Mais je crois que j'ai surtout besoin de quitter un petit peu le territoire belge pour progresser, car maintenant, je sens vraiment que je suis bloqué au niveau en Belgique. Quoi. Je ne progresse plus, ça fait deux ans. Et c'est vrai que j'ai battu Barrette, j'étais très bien. Aujourd'hui, j'ai vu que, bon, c'est vrai que j'étais crispé, mais aujourd'hui, j'ai quand même vu que j'avais dû ressortir de mes réserves et de mes limites. Donc, je crois qu'il va falloir élargir un petit peu mon système d'entraînement. Ok, nog even vertaald, terwijl we hier op weg zijn naar Niakana. Dus Vungbo vertelde, ja, inderdaad, een beetje rust nemen nu. Het is echt nodig, een beetje die boksring verlaten, een beetje afscheid nemen van het boksmilieu. Het zal me allemaal toelaten van toch nog wellicht in de toekomst door te gaan en mijn carrière als bokser verder te zetten. Maar nu even een gesprek met Godfried Niakana. Congratulations, Godfried, with your new world title. It was a hell of a fight. Thank you very much. I'm really pleased that I won the fight. My fans are back because I'm back in Belgium and I'll be fighting onward, you know, in Belgium. I love to fight in Belgium. Ja, dus hij zegt dat hij echt graag in België bokst. Hij bedankt al zijn fans. You were the best over the 12 rounds, no doubt about that. Yeah, I expected it, though it was a little bit better, but I've improved a lot because I'm working with a good trainer, Mr. Bobby Miles, and I've really improved on a world level. I'm hoping for the best in the future. Hij bedankt vooral zijn manager, de heer Bobby Miles. Dat is een Amerikaan met wie hij de jongste maanden bezig is, actief is. Hij zegt, wellicht heb ik het daar allemaal gehaald. I think you're looking forward to a higher competition now in the WBA, WBC, IBF. That's very right. I'm looking forward to win the WBC, WBA, IBF. And if I win the title anywhere at any time, I'll make sure I defend it at least the second time or the first time in Belgium. Hij zegt inderdaad positief dat antwoord. Ik wil echt naar hogere titels grijpen. WBF, WBA, dus twee of drie als je IBF er nog bij rekent van die andere grote wereld boksbonden. Where did you get the strength, the physical force to get as far as that? In fact, I've been training very hard, especially in Belgium, in the Golden Gloves. I've trained with Van Heerden. And Bobby been working out with me. I didn't really get any tough sparring like going to England or to the USA because I knew what to do with Vumbo. And I had good sparring partner, Jorgen, Van Heerden, the right sparring partners for me against Vumbo, you know. Dus waar haalde hij de kracht vandaan die hier 12 ronden demonstreerde? Wel zegt hij, het is vooral het werk wat ik deed in de States. Ik had daar de beste sparring partners. Ongelooflijk wat die mensen allemaal in de weegschaal konden leggen, vooral met het oog op deze kamp hier tegen Vungbo. So, thank you very much and congratulations. Wij gaan hier afsluiten met deze kamp, dus nog even herhalen dat de nieuwe wereldkampioen inderdaad Godfried Niakana is, de Oegandees. Wij kijken uit naar een volgende bokskamp op dit niveau, op dit toch wel hoog niveau, vooral van de kant uit van Niakana. En nemen van nu afscheid. In elk geval nog een prettig kerstfeest.